Hey, welkom bij een nieuwe AB Customs video. Deel 2 van de Smeethoven. Nou, ik heb al even het een en ander aan het proberen geweest, want als je goed kijkt zie je dat er daar een klein gaatje in het plafond zit. Nou, dat was dus van de eerste steekvlam, om een beetje vloeibaar propaan uit te branden. Ik gebruik hier een fles van een heftruck, daar zit de stijgbuis in. Dus ja, theoretisch kan dus die vloeibare propaan kan door je slang helemaal in je branden komen en dan krijg je natuurlijk die ontgassing. In je brander en dan krijg je een vlam, daar word je helemaal één van. Dus nee, dat is gebeurd. Helaas was de batterij van de camera leeg, dus ze staat er niet op. Jammer genoeg. Maar goed, we gaan verder bouwen. Ik ga het even de werkbank even een beetje uittekenen, laten zien hoe die brander nou in elkaar zit. Want ik heb dat natuurlijk het verleden al een keer gedaan. Ik heb al heel veel proberen geweest, nu net ook alweer van tevoren. En het is gewoon heel veel pielen, heel veel proberen. En ik zal in ieder geval even opschetsen hoe het nu in elkaar zit. Ik denk dat het wel een hoop verduidelijking geeft. Die brander, je ziet hier dus hier een reduceerventieltje zitten en ik heb hier dus eigenlijk een klein sproeiertje gemaakt van een millimeter voordat die hier die bocht inspuit. En dat heb ik met die propaanleiding ook gedaan. Die propaan die pak ik gewoon op een drukregelaar van maximaal 1 bar en er zit hier dus ook weer een sproeier in waarna die zeg maar hier bij elkaar samenkomt. Dus wat je eigenlijk hebt is zeg maar zo gezegd die schroefdraad. Zo. Dan zit hier zit die slangtulen zit er zo aan. En dan zit er hier in aan de binnenkant heb ik eigenlijk gewoon een laspitje van een millimeter heb ik erin getapt. Dus dat gas dat komt hier aan zo. En dat spuit zo op, hier ook op een bepaalde tegendruk dus zeg maar. Die verbrandingskamer in. En dat werkt dus met die Pesler precies hetzelfde. Hier die drukregelaar. En dan gaat hij dus zeg maar ook zo door en dan staat er hier ook weer een tuutje in van een millimeter. En zo komen zeg maar dan die gassen samen bij, die mengen hier. En dan gaat het de bocht om zeg maar die brander in. Dus eigenlijk het probleem wat ik nu dus merk is dat het gaat best wel een straal vormen. En die straal die vermengt niet goed en die blaast continu aan de voorkant de vlam uit. Dus daar heb ik nu al dit apparaatje een beetje voor zitten maken. Kijk, het is eigenlijk gewoon een plaatje metaal met heel veel gaatjes erin. Dan moet ik er gewoon nog even een zwikje van bijboren. En daarmee gaat het al beter. Maar dan wil ik eigenlijk hier voor dit gat. Even goed richten zo, voor het gat. En wat zien zo. Kijk, hier heb je zeg maar dat gat. Daar wil ik eigenlijk nog weer een soort remplaat op maken. Dus dat is zeg maar eerst die gassen die hier erheen komen afketsen op een plaat. De snelheid eruit halen en dan pas door die nozzel heen gaan. Dus dat ga ik zo eerst even maken. Ik denk dat ik daar gewoon een carrosserieringetje voor pak. Die ik gewoon met een stangetje hier even inhecht. Ja, het hoeft allemaal niet super te zijn. En dan hoop ik dat dat een verschil maakt. Dus dat ga ik eens even proberen. Carrosserie schijfje M12. Ik denk dat wel het wordt. Kijk, dus is het de bedoeling dat het schijfje zeg maar, hier zwevend in komt te staan. Zodat die gassen dus om dat schijfje heen moeten. Ik denk dat hij nog wel aan de grote kant is. Nee, je kunt het amper zien. Ik denk dat hij aan de grote kant is nog. Aan de andere kant, ja, daar gaan die gassen wel omheen hoor. Even proberen gewoon, ik weet echt niet. Ga ik maar even onder de kraan houden. Ja. Oh, wat een kut. Ik heb nu het plaatje er even ingehecht. Ja, nogmaals, omdat ik echt geen idee heb wat het ding nou precies doet, ga ik hem ook nu tussendoor nog even testen.
Dus ik zal nog even laten zien hoe dat plaatje er nou precies in zit. Dat hij dus de luchtstroom echt blokkeert en ja, terug laat trekken eigenlijk. En dan gaan we gewoon eens kijken wat hij doet. Ik heb echt geen idee. Zoals je ziet, hij brandt best wel aardig eigenlijk. Maar ik weet het niet. Ik vind die vlam niet echt de hitte geven op het punt waar ik wil hebben. Want ik heb het gevoel dat het dus echt rond die kraag heel heet wordt. En verderop niet echt uitwaaien. Dus ik ga toch nog eventjes dat plaatje met al die gaatjes ervoor hechten. En eens even kijken wat hij dan doet. Oppassen dat ik mijn fik in die brand. Hè? Nu is die van bloedheet geworden. Dan heb ik twee hechjes. Het zal wel heel lang volstaan, denk ik. Laten we het weer eens proberen. Met deze tweede poging had ik wel zoiets van, nu beginnen we ergens te komen. En ik had het gevoel dat hij nog meer gas kon verwerken.
Dus ik heb me even die drukrail er tussenuit gehaald. En ik denk dat ik even die pijp er even ophecht ook, even met een preggies. Dan zien we een beetje wat. Ik denk dat er even alutape omheen draait, dan blijft het eventjes een beetje zitten. Ja, dat verbrand ik allemaal weer, maar dan hebben we dus geen gaslekkage buitenom. Nou, het nog even een keer proberen. Maar ik denk dat we er wel komen nu. Tijd voor de laatste test. We gaan die brander er eens even in zetten en even kijken wat hij doet. Gewoon even met een hechtje uiteraard. Even kijken. Testing, testing. Hè?
Kijk, 30 seconden tijd. Hij is gewoon rood. Dat werkt wel. De temperatuur mee te pakken, ik denk dat hij gaat op 340 graden. Hier, val gewoon een storing. Dus ik hiermee pak die graad of zelfs ook nog 60 graden. Kijk, aan de buitenkant van die behuizing, zie je, die blijft wel super, super cool, hè? Die zal ook wel te warm zijn. Wel 140 graden, val maak hem mee. Error. Nou, ik wou hem zo verder houden. Hij doet het eigenlijk super goed, dus dan wil ik even die branden netjes gaan maken. Natuurlijk dat eerste stuk, dat is allemaal netjes afgewerkt, dus dat wil ik zo houden. Alleen, dat laatste eindstuk zeg maar, dat is natuurlijk een beetje bij elkaar geraapte troep. Dit is een gietijzeren sok. Nou, officieel kan je die niet eens lassen. Hij zit wel gelast, maar ja, vooruit. Die gaat hij vroeg of laat een keer losbreken. Daar wil ik eigenlijk een roestvrijstalen verloop voor gaan maken en dan gewoon netjes een roestvrijstalen tuut met een flens eromheen. Dus ik heb nog wat oude plaat liggen, daar ga ik dat allemaal voor maken. En om dan die verloop te maken van zeg maar die 50 mm naar die 33, ga ik denk gewoon even rond schijfje snijden. En die gooi ik in het oventje, stook ik echt helemaal zo warm als dat ik krijgen kan. En dan leg ik gewoon een stuk buis neer, een stuk afgezaagde buis als zijn de ondermatrijs. En dan leg je dan een plaatje op, een stuk massief erop, en dan kan je hem met een hamer kan je hem zo in die tuit slaan, zo gezegd. Werk je hem daarna netjes af, boor je het gat erin, en dan heb je eigenlijk gewoon een keurig net, een verloopje. En dus dan is ja, eigenlijk alles wat dus bloedheet wordt, is roetverstaal. En alles wat alleen maar hitte te transporteren, dat is gewoon normaal staal. Dus dat gaan we eens even doen.
dat nozzeltje. Dan even één keer warm stoken. Nou, dit is het resultaat na een paar keer slaan. Kijk, ik heb er heel gat in geslagen. Maar uiteindelijk kan ik hier wel een mooi konisje aan overhouden. Dus ik ga nu dat ding ga ik zoveel mogelijk schoonmaken, afwerken, pijpje eruit halen. En dan zou je zien dat het eigenlijk echt nog wel een mooi dingetje wordt, hoor. Dan hebben we ons dekseltje, aardig in de buurt. Moet natuurlijk alleen dat centergat er nog even weer in maken. En dan kun je hem natuurlijk zometeen aan de pijpen lassen. Ja, het is natuurlijk heel veel werk voor zo'n heel klein randje. Maar goed, ik heb die smeet over. Het is een leuk ding om even te proberen zo. Dus ik heb er wel schik in eigenlijk. Oké, tiglassen. Staal tegen roestvrij staal. Eigenlijk hoort dat natuurlijk niet. Ja, het kan wel gewoon. Aluminium ga je nooit aan staal kunnen lassen, maar RVS kan je goed aan staal lassen. Eigenlijk de gouden regel is, zorg dat je toevoegdraad een hoogwaardiger materiaal is dan het moedermateriaal. Dus in dit geval is het gewoon staal 37 tegen roestvrij staal 304. Pak ik gewoon een 316 draadje, ben je altijd goed. Dus misschien natuurlijk op DC, goed puntje eraan slijpen. Ik zit nu 80 ampère. Ik kan hem alleen even hechten, want ik moet natuurlijk heel dat remplaatje er nog weer in maken. En ik moet natuurlijk nog een perforator plaatje er maken. Dus voorlopig hecht ik hem alleen even. Nog om eerst even die binnenkant even uit te slijpen voordat je hem helemaal aflast. Op het moment dat je hem natuurlijk aflast, dan hakt dat materiaal helemaal uit en dan krijg je er helemaal geen tol meer erin. Dus eerst even uitrotzooien en dan weer verder. Nou, dat uitfrezen natuurlijk met een stifttolletje, dus op accu, goud dingetje. Het enige nadeel is dat ding heeft geen toerenregeling, dus eigenlijk gaat hij veel te hard draaien voor het roestverstaal. Maar goed, dat is niet anders. Hey, met zo'n ding moet je wel echt uitkijken voor je ogen, want dit is finesse, er komen natuurlijk hele splinters af. En voor het weet heb je ogen vol. Nou, ik hoef je niet te gaan zoeken voor een bril, die ga ik niet vinden. Maar dan zet ik gewoon even mijn laskap op, hè. Ik heb de koek gewoon. Dan heb je gelijk een heel glaasscherm. Kijk, dan moet ik natuurlijk toch dat remplaatje erin gaan maken, wat nog in dit oude buisje zit, zo gezegd. Ik kan het een beetje zien, niet echt. Maar kijk, ik heb in de nieuwe situatie natuurlijk een hoop minder lengte dan in de oude situatie. Dus ik ga eigenlijk hier toch gewoon een pijpstukje maken, wat eerst hierop zit. Waar dan dat remplaatje in verwerkt zit en dat plaatje met al die gaatjes. En dan ga ik daarna gewoon nog een rechtstukje pijp aan maken. Thank you.
daar dan weer een ringetje op snijden. En dan kan ik hem in zijn geheel in de boormachine inklemmen. En dan kan ik zo al die gaatjes erin boren. Dan ga ik dat iets geordender proberen dan de vorige. Ja, even kijken wat lukt. Kijk, dat is die zo. Ik had die ring wat langer gehouden, dus ga ik nu nog even door de helft zagen. En dan kunnen we daar zogenoemde remplaatje even in hechten. Dan kan ik hem dit aflassen en dan op dat andere pijpje weer zetten. En dan zie je er straks niks van dat hij dus halverwege doorgehaald is.
nog even uit een iets dikkere plaat. Ga ik even een rosetje snijden, wat weer om die brander heen komt te zitten. Huppatee. Zodat ik natuurlijk aan de bovenkant van die oven vast kan bouten met drie boutjes of zo. Assembleren. Ik heb hier toch nog even een kleine aanpassing gedaan dat ik ook nog even een gaskraan erop kan zetten. Vind ik toch makkelijker dat je hem bovenop ook kan bedienen. Dus ik ga deze assembleren, dan gaat hij op de kachel. Dan gaan we nog een keer testen. Leukste deel van het project, hè? We gaan testen. Beetje oppassen voor mijn haren. Dan, hè? De smeetoven. Al met al bijna een uur video over kunnen maken. Nou, dat is natuurlijk leuk. Ik hoor ook graag dat jullie dat ook leuk vinden. Ik vind dit soort dingen echt super leuk om te maken. Vooral omdat er bepaalde onzekerheden in zitten.
Bepaalde dingen waarvan je weet dat ze wel werken, en, maar ook lekker veel proberen. Dus, nou ja, top. Hey, vind je deze video's leuk? Even een duimpje omhoog. Abonneren. Er staan nog veel meer leuke video's. En er komt ook nog veel meer aan. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Later!